Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Denniske, en vandaag zijn we weer in Amsterdam aangekomen. Het is weer op Frost, de map in Amsterdam en in Amsterdam. Dat is een beetje dubbel op, Amsterdam of Amsterdam. In ieder geval, het is Team Deathmatch en we spelen met de KSG. En de KSG is een shotgun, zoals jullie weten. De vorige keer speelde ik ook met een shotgun op deze map, anders een Remington. En Remington is gewoon een easy mode shotgun. Dat is gewoon een shotgun zoals je verwacht van een shotgun. En die is gewoon goed van dichtbij. Dit ding daarentegen is precies het tegenovergestelde. Dit ding is juist goed op afstand en op dichtbij is het echt een poepding. Je krijgt gewoon bijna geen hits met dit ding. En je moet gewoon echt heel erg precies gaan schieten. En daarom zijn dit echt twee totaal verschillende wapens. En ik vind het eigenlijk dat die bijna in een aparte klasse moet. En ik noem het gewoon shit, ik dacht dat ik er langs kon lopen. De sniper shotguns ofzo. Want het is echt een soort van sniper shotgun. Want hij is echt heel goed op afstand, maar van dichtbij is het helemaal niks. Verder rest moet je heel precies aimen. En dat zijn ook gewoon dingen die we herkennen bij snipers. Dus ik vind het een soort van sniper shotgun. En volgens mij is iedereen ingevroren, want ik zie niemand. Ik loop me eigenlijk helemaal de pestpleuris. En ik heb nog niemand gezien. Wat de heck, weet dat ik nou... Ja. Wauw! Ineens staan er 3 enemies voor mijn neus. Wauw, wat de heck, maat. Wat de... Ik wou over de hek springen. Of over de hek, over die rand. Ik denk, fuck it, weet je wel, ik spring naar beneden. En... Nee! Als die niet meer raakt zijn, dan weet ik het ook niet meer. Ik douw die shotgun douw ik gewoon in zijn neus. Gewoon echt letterlijk in. En die man die loopt gewoon door en die denkt van ja, weet je wat, we maken mij de kwijt. En hier hebben Boken, what the fuck. Hoe komen ze soms op van die namen, jongens? What the heck. Nou, het gaat alles behalve goed, 0 om 3. Ik heb volgens mij al 9 rondjes op de map gelopen. Nou ja, ik kan ook overdrijven. Maar ik vind denk ik wel dat ik alleen maar dood ben gegaan op kut manieren. En ik begin te laggen. En ik denk dat ik dan niet lieg als ik zeg dat ik echt alleen maar dood ben gegaan op de kut manieren. Gewoon mensen gewoon echt 100% raak schieten. Geen hits krijgen. En helemaal teringen rennen. En gewoon niemand tegenkomen. Dus niet echt leuk. Wat was raak, vriend? Hier jongens, sit down, Sonny. Waar zitten ze? Waar zitten ze? Ik dacht even dat die plant een enemy was. Hier misschien ergens. Wow! Nee! Oh shit! Als ik ze alle 3 had met 1 schot was het zo baas geweest. Hij heeft die range niet. Ah, mooi. Ja, ik denk ik kan hem wel aan, want hij heeft die range niet. Ik had gezien dat hij een Remington had, daarom liep ik naar achteren. Wat is dit, jongens? Iedereen heeft volgens mij shotguns of zo ineens. Ik zie ineens iedereen met shotguns rennen. Maar we hebben onze comeback, want ik maak gelijk wel even 7 kills op rij volgens mij. 6 om precies te zijn. Ik stond volgens mij 1 om 3, ik weet niet eens meer zeker, zo erg is het. En we hebben onze killstreak, of in ieder geval onze eerste. Dat ding stelt niks voor, maar het gaat om de zelfvertrouwen. Hè? Als je streak staat, krijg je meer zelfvertrouwen. Dat is ook waarom ik altijd vaak met killstreak speel. Nog geen zelfvertrouwen heb. Nee, dat is een beetje onzin. Maar altijd leuk om extra kills te krijgen natuurlijk. Zonder al te veel moeite voor te doen. En we staan 3.33 KD. En we hebben 3 deads. En hoeveel? 10 kills. 3.33. Oh ja, dat klopt ja. Nou, afgerond 3.33. En waar de fuck. Ik heb geen zin om hier naar buiten te lopen. Ik vertrouw deze mensen niet. Gewoon omdat ik me net helemaal de tering rende en niemand tegenkwam. Ik heb daar gewoon eigenlijk geen zin in. Dit is zo dom wat ik nou doe. Zitten allemaal hier. Nee, die had ik niet hebben. Nou heb ik mezelf genaaid. Fuck, hoeveel? Ze lopen echt. Kijk eens hoeveel man hier hand in hand liepen. Ik schoot ook alles mis. Mijn fout. Ook al dacht ik echt dat ik ze wel zou hebben. Ik denk ik zal daar gewoon ineens 3 man met 1 schot hebben. Helaas niet, omdat ze allemaal achter die auto bleven zitten. En 1 kind die bleef op afstand een beetje campen. Die durfde niet echt. Kijk eens echt allemaal bij elkaar lopen. Je ziet, ik doe echt een beetje drekscope. En soms werkt dat wel. Dat ligt gewoon echt aan de lobby. Soms dan heb je gewoon een goede lobby. En dat heeft gewoon denk ik heel veel met connectie te maken. En dat klinkt goed dom, maar ik denk echt... Dit soort schoten, die schoot ik echt wel soms makkelijk raak. En die klootzak moet terugkomen. Dit is wel gewoon mis. Nou schiet ik gewoon mis. En fuck yeah! We staan 15 om 4. En op zich als je dan nagaat hoe slecht je bij het begin stond. Hè, dan moet je gewoon niet opgeven. Dat is eigenlijk gewoon de key. Gewoon niet opgeven in dit spel. En... jongens, alsjeblieft man. Ik schiet heel vaak maar gewoon. Omdat ik dan iets heb van ja, fuck it, weet je wel. Ik heb sowieso meer dan genoeg kogels. Ik weet niet of de teammates ook wat doen. Want ja, die enemy zit nog steeds. Ik dacht die teammates zal misschien wel hebben. Maar die heeft... Oh shit. Oh shit, nee. Oh, die heb ik wel. Juist. Lekker werk jongens, lekker werk. Had ik niet verwacht. Oh, nice. Lekker, 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 lekker. Ik heb hier bijna mijn strief. In ieder geval eentje. Dan moet ik oppassen dat daar ook niet dat ding op mij schiet. Want dan zie ik ook... Hoppakee. We kallen onze streaks weer in. En dit gaat volgens mij tot de 75. Dus dat is niet zoveel. Oh, wacht. Wow, net op tijd gebukt. En dan zorg ik dat ding piepen. Oh, wacht. Dit is misschien niet slim. Ik heb die range niet. Schiet alsjeblieft. Als dat ding... Hey, hallo. Hoe heet die stofzuiger ook weer van Teletubbies? Daar lijkt hij een beetje op. Oh man, 24-4. Ja, ja. Als je nagaat hoe slecht aan het begin staat, dan weet je gewoon echt van... Je moet niet opgeven. En ik ben zelf heel vaak geneigd als ik een game join. En het gaat gelijk kut. Laat ik zeggen, ik ga 2 keer dood. Dat is helemaal niks. Maar ik join die game, weet je wel, in progress. Dan liep gelijk. Dan heb ik zoiets van, fuck. Dan ben ik gelijk mad. Terwijl als ik een match vanaf het begin af aan speel en ik ga slecht, dan maakt het me niet uit. En zag die hitmarker. Zag die hitmarker. Kijk eens hoe ver dit was. Kijk eens. Ik kreeg een hitmarker tegen 100%. Jullie mogen terugspoelen. En dan kun je zien dat ik echt een hitmarker tegen kreeg. Dat was echt net. Dat was echt net. Ik had weer bijna mijn streaks gehaald. Maar ja, het gaat tot 75 kills. Dus dat is bijna niks. Dus ik had toch niks meer gehad aan mijn streaks. Dus dat ding doet ook niet zo heel veel. Volgens mij heeft hij net 2 kills gemaakt zo. Misschien 3. Dan, dat is maximaal volgens mij. Dus nou, ja, die 3 kills die mogen ze dan hebben. Oh, ik dacht even serieus dat ik iemand zag campen. Dat was niet het geval. Hier rechts iemand. Nope. Hij heeft mij gezien. Ik weet zeker dat die vent mij gezien heeft. Hij durft niet te komen. Oh wacht, hij ligt op de grond. Hij ligt op de grond. Alsjeblieft, loop naar voren. Nee, dat lukt niet. Kiep er heen. Nee, dat lukt ook niet. Oké, nou ben ik misschien heel dom bezig. Ha! Fuck you. Nee, nee! Oh, hij schoot niet. Fuck, man. Oh, ik drukte die knop 19 keer in, man. Zo, hé. Nou gaat het helemaal op de verkeerde kant op. Ik ga gelijk weer pakken dood. Hé, jongens. Ik moet de focus erbij houden. Anders eindig ik daar ook nog met een kutscore. Zo, dat zijn de mooiste kills, vind ik zelf. Echt van die dragshots. Ik noem het gewoon dragshots. Ik weet niet eens of dat het zo heet. Misschien heb ik net wel gewoon een woord uitgevonden. Nee, niet weer. Shit, kom nou, kom aan. Oh, hij is... Nee, hij is niet dood. Hij leeft nog. Hij leeft nog. Help. Nee, ja, ik ben dood. Woe! Haha. 30-6. Moet je zien, die kerel, jongens. Ik werd allemaal door die shock charges geschokt. Ik vind die dingen zo gay. Maar hier, hij liet mij gelukkig voorbij. Ik zag hem lopen. Ik dacht, oh shit. En dan schiet ik hem hier half door de ding heen dood. Ik weet niet wat hij had. Nou, hij had een shotgun, had een Remington. Dus had geluk mee. En 30-6. Nou ja. Het zijn geen superscores, het is team deathmatch. Als je nagaat, het gaat tot 75 kills en ik maak er al 30. Heb ik denk genoeg gezegd. Ik hoop in ieder geval dat jullie genoten hebben. Sorry dat deze video zo laat online kwam. Ik heb er alles aan gedaan om zo snel mogelijk een video voor jullie te maken. Dus ik hoop dat jullie dat waarderen. En dat jullie daarvoor een like willen achterlaten. En ja, ik zou dat enorm fijn vinden als er gewoon iets meer likes als op het moment. Het gaat echt woep, bergafwaarts. Maar in ieder geval, ik hoop het leuk vond. Laat een like achter. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Tot morgen. Houden we.